Het komt hard aan in entertainmentland. Presentator Martijn Krabbé heeft kanker. Dat heeft hij laten weten op Instagram. Jordi Versteegde, onze mediaverslaggever, staat hier naast mij. Jordi, wat zegt Martijn Krabbé op Instagram? Ja, een bijzonder openhartig bericht deelt hij inderdaad vandaag. Gaat echt een shock door Showbizland. Doordat hij vertelt dat er dus een vorm van kanker bij hem is geconstateerd. Ja, hij vertelt niet wat, hè? Nee, dat laat hij duidelijk weg. En dat gaat ons natuurlijk ook al helemaal niet aan. Dit is echt een privé situatie. Dus sowieso al knap eigenlijk dat hij dit deelt. En ja, hij vertelt erover dat het natuurlijk voor zijn gezin het ergste is. Wat hij zo bijzonder vindt is dat het natuurlijk een ziekte is, kanker, waar je helemaal niet om kan lachen. Maar toch hebben zij als gezin 4 kinderen en zijn vrouw Deborah een vorm gevonden om er nu al mee om te gaan. Ja. Het positieve is dat er wel behandelmethodes zijn voor hem. Dus dat zegt dat de strijd nog niet gestreden is. Natuurlijk hoopt hij de komende tijd op rust, privacy, ja, zodat zij met z'n allen aan dit nieuws kunnen wennen. Het is vreselijk. Je merkt gewoon ook aan zijn RTL-collega's die massaal reageren op Instagram. Humberto Tan onder andere, Nicolette Kluiver. Ja. Dat de shock groot is en dat kunnen we ons natuurlijk allemaal voorstellen. Je hebt de RTL meteen even gebeld? Ja, ze zeggen nou, we zijn natuurlijk allemaal geschrokken. Nou, dat blijkt wel uit de berichten die ik net voorlas. Martijn staat er positief in en wil graag blijven werken ook. Hij zal de komende maanden wel iets rustiger aan gaan doen. En natuurlijk krijgt hij daar alle ruimte voor. We vinden het inspirerend, zeggen zij, hoe Martijn er mee omgaat met deze situatie. En ze hopen natuurlijk dat iedereen de rust en privacy gaat respecteren. Ja, dat doen wij. Hij kiest er nu voor dat het bericht geen eigen leven gaat leiden. Dat er bijvoorbeeld een journalist is of iemand die erachter komt en dat dan gaat delen. Hij neemt die stap naar voren en hoopt dan nu op rust. Op 11 maart start het nieuwe seizoen van Kopen zonder Kijken. Dat gaat gewoon door. Ja, want hij wil rustig eraan doen, maar hij heeft volgens mij een hartstikke druk programma. Nou ja, hij heeft natuurlijk onlangs nog All Against One gedaan, hè? Die live show. Nou, dat is voorbij. Nou, Kopen zonder Kijken was het volgende project, maar dat is gewoon al helemaal opgenomen. Ja. Dus dat wordt wel gewoon uitgezonden. En wat Martijn dus zegt, ook in het statement van RTL, hij wil niet bij de pakken neer gaan zitten. En zo zit hij natuurlijk ook wel in elkaar. Zo kennen we hem als iemand die gewoon door wil gaan. Al zal het met deze vreselijke ziekte natuurlijk wel een stuk moeilijker worden. Maar we wensen hem alle sterkte en kracht. Jordi Versteegde, dankjewel.